Het begrotingsfinancieel beheerhandboek, BFB-handboek, wordt herzien vanwege ontwikkelingen sinds 2016. Een interdepartementale commissie heeft voorgestelde wijzigingen opgesteld na 6 maanden werk. Op 15 februari zijn deze wijzigingen gepresenteerd aan directie en vertegenwoordigers van de ministeries van ROS en Financiën, evenals districtsadministrateurs. Het BFB-handboek dient als handleiding voor districten met richtlijnen voor financiële zaken, zoals het innen en uitgeven van gelden en het opstellen van rapportages. De voorgestelde verruiming van het handboek moet resulteren in bevordering van efficiëntere uitvoering van procedures en vermindering van stagnatie. OW-minister Riyad Nur Mohammed heeft op 12 februari samen met zijn team een oriëntatiebezoek gebracht in diverse buurten van Paramaribo en Wanica die kampen met infrastructuur- en ontwateringsproblemen. Volgens de bewindsman is OWI sinds 2023 bezig met het structureel aanpakken van ontwateringsproblemen en herstel van wegen in diverse districten. Bij die activiteit worden wegen bezand en verhaard, worden goten opgehaald en bermen schoongemaakt. Aan de bewoners doet minister Nur Mohammed een beroep om hun medewerking te verlenen door de goten en rioolputten optimaal te onderhouden en zo verstopping te voorkomen. De 22-jarige RN is op donderdag 15 februari na zijn werk in een goudput in Nieuw Koffiekamp bij Tapdoti verdronken. De jongeman nam een duik in de put ondanks waarschuwingen van zijn werkgever zulks niet te doen omdat hij niet kon zwemmen. Een collega sprong RN te hulp, maar kon hem niet redden. De politie en de brandweer hebben een zoekactie ingesteld, maar RN is nog niet gevonden. De zoekactie wordt voortgezet.